leren. We gaan bewegend leren. Wat gaan we doen en wat hebben we nodig? We gaan sommetjes maken. En wat hebben we daarvoor nodig? 2 dobbelstenen en wat stoepkrijt. We gaan op de stoep, en dat is heel belangrijk, doe deze opdracht op de stoep. Want als je het op de weg doet, komt er misschien een auto aan. Die ziet jou niet, dat willen we niet. We blijven veilig op de stoep. Op de stoep teken je aan de ene kant van de stoep een lijn. Dan ren je een stukje verderop. Daar teken je ook een lijn. En dan kom je weer terug. Aan deze kant van de lijn ga je gooien met 2 dobbelstenen. Ik heb ze hier al meegenomen, 2 dobbelstenen. Ik leg ze alvast neer. En als je straks een sommetje hebt gemaakt met die 2 dobbelstenen, ren je naar de andere kant van de stoep. Naar je andere lijn toe en daar schrijf je het antwoord op. Dus, ik ga het voordoen. Ik gooi met mijn 2 dobbelstenen. 1 en 6. Even denken. 1 en 6. Ik weet hem. Ik ga hem opschrijven en dan kom ik weer terug. En dan ga ik mijn volgende keer werken met de dobbelsteen. En ik gooi 3 en 1. Ik ga weer het sommetje uitrekenen. 3 erbij 1. Ik weet hem. Ik ga hem opschrijven. Volgende sommetje. Ik heb gegooid 3 en 3. 3 erbij 3. Ik weet hem. Ik ga hem weer opschrijven. Wordt al een beetje moe hoor. 2 erbij 3. Ik weet hem en ik schrijf hem weer op. Zo ga ik verschillende sommetjes maken. Je mag ook eraf sommetjes maken. Ik gooi bijvoorbeeld 5 en 4. Daar kan ik een eraf sommetje van maken. Ik neem 5. Eraf 4 wordt 1. Heel goed. Probeer 10 sommetjes te maken. Ren naar de andere kant van de lijn. Schrijf ze op. Misschien kan je nog een leuke foto maken om aan ons te laten zien. Heel veel succes! Als de opdracht met 2 dobbelstenen nou heel erg goed ging en je denkt, nou, ik wil wel wat meer uitdaging, dan kan je het proberen met 3 dobbelstenen. Dan gooi je niet 2, maar 3 dobbelstenen. En maak je daar een sommetje van. Zal ik het even laten zien? Nou, daar ga ik. Ik ga gooien met 3 dobbelstenen. Oeh, ik heb 6, 4 en 3. 6 erbij 4, erbij 3. 6 erbij 4. Nou, dat zijn de vriendjes van 10. 6, 4, samen 10. Dan moet ik nog 3 erbij doen. 10 plus 3 is 13. Nou, die som ga ik opschrijven aan de andere kant van de lijn. Heel veel succes!